Het is dag 1 van het begin dat ik in 6 dagen tijd mijn booty ga proberen te liften. Echt fases, jongens. Ik ben tampon vergeten. Kut. Ben je er klaar voor? I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Hey, hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het zonnetje schijnt weer lekker. I love it. Het is ook meteen vakantie, want de jongens hebben vakantie. En ik ga een uitdaging aan. Ik ga kijken of je in 6 dagen tijd, dus vanaf morgen, ga ik iedere dag sporten. Iedere dag alleen mijn billen doen. Kijken of ze dan groter worden. Bam. Ik weet niet of ik het volhoud, maar dat zien we dan wel. In ieder geval, het is maandag. Het is vakantie. Het zonnetje schijnt. En ik denk dat ik nu eventjes nog ga chillen voordat de oorlog begint. Een hele goedemorgen of welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag en ik ga zo sporten. Het is dag 1 van het begin dat ik in 6 dagen tijd mijn booty ga proberen te liften. Moet zeggen, ik ben nu helemaal volop in mijn energie, dus ik heb er helemaal super veel zin in. Het is alleen lastig dat het nu vakantie is met de jongens qua oppas en zo. Dus ik moet nu in de middag sporten, maar ja, dat komt allemaal goed. Daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Ik had gisteren niet zoveel gevlogd. Echt nog moe van het weekend en ik weet niet. I'm sorry. Maar we gaan zo lekker sporten en ik neem jullie gewoon dit keer mee. Alles voor de booty. Ga maar lekker buiten spelen met de lesje. Nee, samen. Samen. Mijn kastje. Ik heb nog nooit zo snel gedaan, ik zweer het je. Het is nu 2:30 en ik ga nu naar de sportschool. Maar ja, ik ga heel snel even doen. Ach, de auto starten, maar zal wel handig zijn. Ik ben helemaal gehaast, gevlucht, gewat, gehoe, gedaan. Mijn camera flikkert weer 2:30 eraf. As always. Nog best wel veel dingen aan mijn video te doen. Ik dacht, nou, ik ben wel zo goed als klaar. Maar dat was dus niet zo. Oh, stuur ging scheef. You always take the weather with you everywhere you go. Oh ja, die weg is afgesloten. Hoertjes. Oh, take the weather with you. Op dit moment is dat storm, maar oké, okay, maar niet uit. Always take the weather, the weather. The weather. The weather with you. 180.000 stoplichten, omdat die weg daar is afgesloten. I'm gonna cry. Want de weg is afgesloten. En nu kan ik nergens heen. Fabuloso. Always take the weather. Oké, okay, hij mag weer op groen van mij. I'm in the hoodie. Hoodie, hoodie, hoodie. Oh, hij is groen. Yes. Oh my god. Verschillende persoonlijkheden hoor. Ja, hebben ze. Oranje mag. Tieve Jantje. Oranje. Even een ander liedje. Dat is niet wat hij zei tegen mij. Hij is van mij. Gaan inparkeren. Hij is zo goed, doe ik het tegenwoordig. Niet strakker zijn. Oh, 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 oh. Weer naar voren. Wat zit je te poepen? Oh ja, de boom. Ik ga met de lift. Ik ben te lui. Erg, hè? Ideaal zo'n lift. Ik zweer het je. Nou, ik ben er klaar voor. Pa, 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 pa. Ik heb al denk ik ongeveer 2 workouts gedaan voor mijn reet. Ik ga nu op naar de derde en alles doe ik op deze machine hier. Ik hoop dat het goed ziet. Ik ga verder. Ik heb het kapot. Check. Work
workout done, boodschappen done. Ik ga nu naar huis, ga ik mijn shakeje nemen. Zo stupid, hoe kan je nou je waterfles thuis laten liggen? Lol. Freaking doors, dus ik had maar zo'n cupje gevraagd. En die moest ik dus de hele tijd vullen met water, want het ding is zo leeg. Dus nu heb ik echt een hele erge mega dorst. En dan dacht ik aan om lekker rijstcrackers met aardbei en een beetje drizzle of honey. Dan loop je dat plein op en dan ruik je allemaal lekkere dingen. En oh, ik kreeg helemaal honger. Ik zweer het je, ik kon zo'n hele freaking lumpia naar binnen werken. Zo goddelijk. Maar heb ik niet gedaan. Ik ga lekker voor mijn rijstcracker met aardbeien. Woehoe. Oké, ik ga rijden. Want ik ben moe. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en ik ga weer sporten. Ik ben net wakker, ik ben zo ook helemaal snel alles aangedaan, alles aangevlogen. En nu ga ik met de auto naar sport. Echt nog hartstikke chubby. Maar ja, dat maakt niet uit. Even kijken of mijn pasje heb trouwens. Want ik wil met even die... Ik zo niet waarom pak je nou een andere tas dan? Ja, omdat dit was al mijn sporttas eigenlijk. Die vind ik fijner. Maar ja, nu kan ik mijn pasje niet. Ik heb het alles. Ik ben klaar om te gaan sporten weer vandaag. Jij ook? Oh, mijn gordel. Sowieso. Ben je er klaar voor? Het werkt zo. Ik lig heel even op de bank, want ik ben echt mega ongesteld geworden. Echt. En ik heb buikpijn als een malle. En nu ga ik even liggen, want ik heb echt krampen. Eén keer in de zoveel tijd heb ik echt zo'n last van mijn buik wanneer ik ongesteld ben. Ik heb ook nog mijn buik getraind vandaag. Is ook niet echt heel erg slim. En Lesje is net naar de bioscoop geweest en die had echt iets heel lekkers en moois meegenomen. Ik zal het even laten zien. Dit is toch een feest. Het ruikt ook echt mierenzoet gewoon. Mag jij niet, Zeno? Oh, je knoeit! Mm. Mm. Zo lekker. Lekker? Zo, een hele goede morgen. Maar het is niet echt weer morgen. Bijna 9 uur. En ik ben net pas wakker. Ik was... zo moe. Ik heb dat altijd wanneer ik ongesteld word. Ik moet eigenlijk vandaag gaan sporten, maar ik weet niet of ik zin heb. Maar anders krijg ik nooit in 6 dagen een boete. Ja, het grappige is dat die jongens ook nog gewoon slapen. Normaal word ik wakker van hun, maar blijkbaar zijn hun ook net zo moe als ik. Hallo? Wat is er? Ik moet naar beneden. Oh, kom maar. Was je wakker al? Ja. Yeah. Oh man, iedere keer ik sliep. Ga een lekker broodje eten. Ja. 1, 2. Het gaat. Ja. Schoon, hè? Ja. Goed zo. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. Ik dacht dus dat Memphis al de hele tijd sliep. Maar hij was dus wakker. Maar hij zei niks. Dus ik kwam zijn kamer op, moest hij daarom huilen. Ik dacht dat hij al wakker was omdat hij naar me toe komt. En dat hij maar bleef liggen. Dus ik denk, nou lekker. Die slaapt lekker lang. Nat. Maar hij bleef gewoon heel lief liggen. Oh, zo sneu. Zo, ik ga nu de jongens naar mijn schoonmoeder brengen. Want ik ga daar pizza mukbang opnemen om mijn veten te zetten los. 6.5 hours later. Jongens. Hey. Ik ga nu even douchen. En Nick is met de jongens naar mijn schoonmoeder, dus naar zijn moeder gegaan. Ik had heel even een break nodig. Mijn hoofd zat echt tot hier. Ik weet niet, ik was gewoon geïrriteerd om alles. Ik kom denk ik door ongesteldheid, een beetje mega cranky van. Want dan zitten we wel af en toe. Dus ik zei, Nick, ga hem even met de jongens eten. Ik eet nog een pizza alleen. Video opgenomen meteen. Ik ben ondertussen ook mijn sok aan het uitdoen. Dus ik dacht, ik ga nu lekker eventjes douchen. Maskertje opdoen. Even helemaal ontspannen. Ik vind het super fijn als ik af en toe
even een momentje heb dat ik zelf kan opladen. Gewoon helemaal alleen, zonder mensen om me heen. Los buiten dat heb ik heel 180.000 dingen om te klagen. Maar we gaan vandaag niet klagen. Nee, maar we gaan positieve dingen zeggen, inderdaad. Nadat ik dit momentje voor mezelf heb, voel ik me ook weer wat beter. En zit ik ook weer lekker in mijn vel. Het begon vanochtend al, weet je, toen ik zat wel zo diep in slaap. Ik kon niet wakker worden. En ik had Mems ook niet gehoord. Maar normaal komt Mems altijd gewoon naar mijn kamer toe. En dan maakt hij me wakker. En dan zegt hij, hey man, ben wakker. En dan ga ik met hem mee. Als ik later ben, vaker ben ik altijd vroeger. Maar hij bleef liggen op bed. Dus ik ging vanochtend kijken. En nou, jullie hebben het gezien. En hij was aan het huilen omdat hij heel graag naar beneden wilde. En ik denk, oh, dan voel ik me ook weer slecht over. Echt fases, jongens. Echt. That's me. Ingewikkeld. A few inches later. Ik heb nu dit maskertje. Gelezen. 5 à 10 minuten laten inwerken. Met water afspoelen. Het gaat wel aan mij wel lukken hoor. Het begint nu wel echt heel erg te trekken. Ik heb nog, hoe lang? Ik heb nog 5 minuutjes. 2000 years later. Ik heb hem nu eraf gehaald en mijn huid in mijn eigen crème gedaan. Dus ja, we zullen het zien. Ik ga slapen. Ga je slapen? Oké, ben je moe dan? Hij zegt gewoon dat hij wil gaan slapen, Nick. Ja. Hij houdt jou niet eens. Nu jij op zijn rug, goed zo. Ja! En muurde. Van mijn sokjes. Hoe stinken we wel hier? Helemaal niet. Stinken helemaal niet. Het is hartstikke kapees. Jij hem nog gaan ruiken. Ja, ik ben er al. Yeah, je bent klaar. Jip, jip. Hop, 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 hop. Ah. Ah. Oké, ja. Oh. Oh. Get it to Zita. Ah, ah. Get it to Zita. Ah. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en ik ben net wakker. Freaking hate vakanties. Ik kan nooit op tijd opstaan dan. Oké, Nick gaat weer sporten, daarna ga ik sporten. Zo, wat ik vet gaap. Oh my gosh. Goedemorgen iedereen. Even het smeer nog uit mijn ogen halen, ja. Lekker, lekker fris ook, I know. Bijna 8 uur, dus ik ga naar beneden wandelen. Dit toch wel eventjes laten zien, hoor, guys. Kijk. Nog niet zo heel erg, maar je begint al wat te zien. Hey, hallo en we zijn weer eens onderweg naar de gym. Ja, voordat ik eerst alles helemaal recht heb gezet, vast heb gezet. Nick was heel erg sportief met fiets gegaan, maar ik heb daar dus echt geen zin in. Want we gaan zo meteen even mijn haar een beetje fatsoeneren. We gaan zo meteen ook zwemmen. Moet ik weer die fiets eruit pakken? Moet ik er weer in de schuur zetten? Echt. Ik wil gewoon lekker even snel mijn workout doen. En dan lekker met die jongens gaan zwemmen. Niet en beschermd worden. Natuurlijk overal weer reclame. Of course. Ja, vandaar dat ik ook maar niet mijn haar ben gaan doen. Gewoon even zo YOLO naar de gym. Het is zo pluis als de neten, maar dat maakt niet uit. Ik ben tampon vergeten. Kut. Red ik het denk je? Wel, ik red het wel. Ik ga niet zo lang. Nou, ik ga in ieder geval nu sporten en ik zie jullie met het zwemmen weer. Ja. Gaan we doen. Zwemmen natuurlijk. Wat ging je nou doen? Ik wil mijn pol pakken. Ik wil wat notities maken. Ik heb het gewoon koud. Het is hier denk ik 30 graden en ik heb het gewoon koud. Ik heb hier ook jouw badjas aangedaan. Nee, niet 30 graden. Nee. Hoeveel is het dan hier? 30 graden. Dat was wel warm. Maar ik heb het wel koud. Heb jij het koud? Anders had je het echt niet koud als het echt koud is. Nee, oké, dat is waar.
Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag. Ik heb iedere keer het gevoel dat het zondag is. Ik weet niet waarom dat is, maar ja, het zal wel. Het is in ieder geval zaterdag en ik ben met Zeno even buiten. Het zonnetje schijnt, dus dan weten you guys, I'm happy. Zometeen ga ik eventjes naar de Nike store om wat nieuwe workout kleren te halen. Dus het is ook echt niet koud of zo. Het is gewoon echt super lekker weer. De appels weggooien, jongens. Goed zo. Huppatee. Oké, we zijn nu bij, weet ik eigenlijk niet waar we precies zijn, maar ik weet wel dat we ergens zijn waar ik mijn sportkleren kan gaan kopen, dus dat scheelt. Ook leuk. Vind je die mooi? Gekregen. Oh, oké. Okay. Oké, met mijn broek half open ga ik nu even passen. Ik heb wel iets gevonden waar ik denk van oké, daar ben ik wel happy mee, maar ik weet het nog niet zeker. Dus ik ga nu gewoon passen en dan zie ik wel hoe het bestaat. Papa. Oké, dit is hem, maar ik weet het niet hoor. Nee. Nou ja, hij zit op zich, ik weet het niet. Kijk dit. Ik haat dit. Dit hier. Dus ik denk dat ik hem gewoon ga doen en wat meer gewoon erbij moet trainen. Mijn t-shirtje erboven vind ik op zich wel. Zo, een hele goede morgen. En welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en raad eens wat ik ga doen. Ik ga het sporten. In mijn nieuwe broekie. Hij moet zeggen, hij zit wel echt lekker hoor. Ik ben wel blij dat ik hem heb gekocht. Ik had hem op Instagram toch voorbij laten komen. Dan konden jullie kiezen. Moet ik hem kopen of moet ik hem niet kopen? En het merendeel zei dat ik hem moest kopen. Dus ik heb hem gekocht. En ik ben er super blij mee. Want hij is echt amazeballs. Ik wil in de toekomst... Waar is dat ding nou? Ik wil in de toekomst wat vaker dat soort Instagram dingen doen. Dat jullie mijn dag bepalen en zo. Dus volg jij mij nog niet, zou ik even hier ergens mijn Instagram naam linken. En dan kan je me daar ook volgen. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben helemaal opgepompt met energie vandaag, echt. Zit ik nou goed? Ja, ik zit goed. Ik ga jullie even zo zetten, want anders valt mijn camera weer voor de duizendste keer. Start. Yes. Online heb ik een booty guide ding gekocht. Van iemand die ik kan heel lang volgen op Instagram. En haar booty is echt van super plat naar super... delicious gegaan naar à la Kim Kardashian. We go for it. En de zon schijnt echt niet normaal. En ik ben aan het rijden en die camera vast aan het houden. Dus ik denk dat ik jullie maar dadelijk eens spreek weer. Tjalala! 2 hours later. Ik ben klaar, maar ik ben echt kapot gewoon, jongens. Ik ga nu mijn eiwitshakeje nemen en dan ga ik even wat eten. Want het is 2:30 en ik heb alleen ontbijt gehad. Dus... mijn benen zijn echt helemaal verzuurd gewoon. I did it. Again op een zondag. Normaal is zondag mijn luidag, hè? Vergeet dat niet. Dus ik kom echt van een luidag naar een hele sportieve go, go, go dag. Gewoon zuurder dan zuur. Als het hier wat mogelijk is. I don't care. We're just doing this. Rocking on, baby. 1600 calorieën denk ik per dag, ja? Zodat mijn vet wat minder wordt. Dus ja. Het is best wel puzzelen hoor. Zeker weten. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. En het einde van mijn zondag. En mijn challenge in 6 dagen een dikke bil krijgen. Dat gaat hem dus echt niet worden, hè. Dat is echt gewoon een no-go. Hij groeit misschien ietsie pietsie. Maar niet wat ik wil. Dus volgende week zie je wat ik eraan ga doen. Want ik heb een heel plan opgezet. En ik ben helemaal enthousiast. Volgende week zeker weten kijken. Want dan ga ik echt in op mijn doelen. En wat ik wil. En klaar met onzeker zijn. Klaar met excuses. Trainen, trainen, trainen. Oké, maar dat is volgende week. Vind je dit een leuke video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken ergens. Doei doeg! I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt.
But I can't help it, I'm falling for you, and I can't quit.